Hoi iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik ben Eline van Renemees TV Vlogs. Mocht je geluid op de achtergrond horen, dan is dat het wasmachine. Want ik ben even een wasje aan het draaien. Vandaag woensdag en ik ben net terug van de Action. En ik heb een mooie herfst Action tas meegenomen. Mocht je me langer volgen, dan weet je dat ik nogal verzot ben op alle Action tas die er bestaan verzamelen. En dat iedereen in mijn omgeving ze weggooit. Goeie verzameling. Maar deze had ik nog, dus dat is top. Daarin zit een tasje van, waar heb ik deze bij gekregen? Die heb ik vorig jaar gekregen een keer. In Moensel, toen er een nieuwe winkel open was. Die was heropend ofzo, toen kreeg ik een goodiebag, vond ik wel grappig. Volgens mij was het Only ofzo. Hierin zitten wat dingetjes die ik bij Kruidvat heb gekocht. Ik ga even ergens neerzetten. Waar kan ik je neerzetten? Misschien op een kaars. Oh nee, dat gaat niet. Ik had een lifehack gezien, daarvoor moest ik een bus Pringles hebben. Namelijk hier spaghetti op te bergen. Oh ja, en ik zag deze pot met allemaal leuke geurkaarsjes, vaccinelichtjes bij Kruidvat. Van 6 naar 3 euro. Maar ik vond hem sowieso wel leuk, maar ik dacht voor 5 euro neem ik hem mee. En hij was goedkoper. Dus dat is mooi. En dit was appelkaneelgeur en ik hou van appelkaneel. Dus we kunnen vaccinelichtjes gaan branden. Echt die geurkaarsen. Die gewoon in pot, die gaan hier echt doorheen. Zie je daar nog wel verder zien. Niet dat deze vlog ineens helemaal een shoplog gaat worden. Nee. Laat dan meteen zien wat ik allemaal bij de Kruidvat heb gekocht. Het Kruidvat bij Kruidvat heb gekocht. Ik heb ook nog dit boek gekocht. Een winterboek. Leuk, leuk, leuk. Bij Action heb ik ook niet zo heel veel gekocht. Ik heb huishoudelijke meuk gekocht. Zoals boterhammenzakjes. Wegwerpbekers. Ik had gebruikt tandenpoetsen. Schoonmaakdoekjes. En zoals ik in mijn vorige vlog, niet Portugal, maar daarvoor, liet zien, die ik trouwens vandaag moet gaan uploaden, had ik zo'n twee van zulke zo'n bakken gekocht. En ik vond het erg leuk, dus ik wou meer gaan kopen. Ik heb nou weer een marmer gekocht, omdat ik een product erin geknoeid had in die andere en hij is van karton. Dus ja, ik heb twee dingen gekocht voor een topper of flopper video, dat ik dus niet laat zien. En verder heb ik nog geurkaarsen gekocht. Verrassend. Ik heb pumpkin vaccinelichtjes en grote vaccinelichtjes gekocht. En ik zag deze kaars. En er staat hier zo'n quote op. En die hadden ze ook met een zwarte. En alleen die ene rook naar Sparkling Ocean of zo. Dat vind ik nooit zo'n lekkere geur. Dus, maar ze zitten dicht, dus ik kon ze niet ruiken. Dat was het probleem. Dat mag ik ook vertellen. En de andere geur was iets met dark leather of zo. Of dark zwarte. En ze hadden dus twee verschillende witte, waarvan eentje naar Blue Lotus zou moeten ruiken. En deze zou naar vijg moeten ruiken. En ik hou van vijggeurkaarsen. Maar deze ruikt dus naar vijg. Ja, ik weet niet waar ik hem naar wil ruiken, maar niet naar vijg. Maar ja, hij gaat wel op. Maar ja, die ga ik toch wel gewoon met andere geurkaarsen ruiken. En als ik die met die appelkaneel dingen ga branden, dan komt het helemaal goed. Dan kan ik dadelijk die tassen weer gaan opwerken. Oeah. Ik ga die doos hier in elkaar zetten. En dan alles hier, die meuk, opruimen. Ja, dat ga ik doen. Dus ik ga even kijken of ik je toch nog ergens kan neerzetten. Want ik wil dit wel eigenlijk een beetje filmen ofzo. Ik wou iets zeggen. En nou weet ik het niet meer. Oh ja, ik wou even een soort van korte review geven over de pompoenstukjes van de Albert Heijn. Ik heb ze nou twee keer gehad. Twee keer op een andere manier klaargemaakt. De eerste keer in de oven. Toen waren ze niet echt heel goed van. Ze waren nog steeds knijterhard. En de tweede manier was in de pan met koken. Werkte ook niet. De ene stukjes waren hard en de andere waren wat zachter. Dat is logisch van formaat, zeg maar, verschillen. Maar ze hadden echt een hele rare structuur en wasn't that good. Dus dat wil ik even zeggen.
Ik ga dadelijk de nabeschouwing kijken van Nederland Bakt, laatste aflevering. Ook al ben ik het niet eens met de winnaar. Die won op de mozaïektaart van 3 weken geleden. Die Francis die is gewoon het niet geworden omdat ze 1 opdracht fout had. Terwijl die Annemarie ook gewoon fucking die eerste opdracht als een of andere kleuter had gemaakt. Dus, ik had het Guido eigenlijk wel gegund. Gewoon omdat hij de meeste prestatie heeft. De meeste prestatie heeft geleverd in het hele seizoen. Maar ja, hey, jammer dan. Ik ben nu bezig met dat artikeltje inplannen. To-do-lijstje afwerken. En joh. Ik moet nog wat opruimen. Daar ik even een flinke afwas wegwerken. En tafel opruimen. En poetsen. Dinsdag en volgens mij heb ik vanochtend de lamp aangelaten op de werkkamer. Ik ben eventjes thuis, dus vandaag dinsdag 1 november. En ik ga morgen gewoon weer beginnen met de nieuwe weekvlog. Morgen 2 november is trouwens de video. Morgen is de video. Morgen komt de video online van Portugal. Of eigenlijk morgen is de video online gekomen van Portugal. 2 november. Ik ben even thuis, ik heb daar een interview. Ik moest voor dit tasje van boven halen, want het zit allemaal herfst, lipsticks en zo in. Ik heb geen zin. Ik heb nog ongeveer 10 minuten en ik was vanochtend is een tante van mijn vader langs geweest om mijn boekje te kopen. Link naar mijn boek zet in de beschrijving. Ik heb een aantal jaar geleden een gedichtenbundel uitgegeven, dan moet ik toch weer de lamp aan doen. En die wou ze nog steeds kopen, dus die had ze vanochtend opgehaald. En dat is leuk, denk ik. Nou, ja. Ik was vanochtend bezig met mijn moeders nagellak uitzoeken. Die ze ooit allemaal een keer van mij heeft gekregen. En eigenlijk daarmee. Het hele kastje. Ik zal even filmen. Ik heb ooit dit systeem bedacht. En I love it a lot. Bovenaan ligt nog allemaal spullen van haar oude werk. Dit is nog een beetje een rommelplankje. Komt ook allemaal van beneden. En nu nog spullen en zo. Pierman nagellak. Ik hou van deze storage. En hij kocht dan parfum ook daarbij te staan. Met deze plankje was ik gebleven. En deze twee plankjes had ik al uitgezocht. En dit is allemaal ook meuk van waar wij hebben gewerkt. En dit zijn allemaal dingen waarvan ik eerst heb van dat kan wel weg. Nagellakjes die niet meer goed zijn. Lipsticks die over datum zijn. Crèmes die over datum zijn. Dus ik ga nu even dat plankje doen. Want dat is ook allemaal blauw. Dus het kan best wel daarbij of dat kan daarbij. En ja, ik ga denk dat ik alles een beetje bij kleur ga sorteren. Er is ook nog wat dingen neergepleurd. En ik weet nog niet of ik dadelijk ook kan filmen tijdens het interview. Ik zal even kijken of ik dat durf te vragen. Dat is misschien wel leuk. Dus ja. Yeah. Ik heb deze week een drukke week. Gisteren had ik niks. Vandaag kwam dan mijn oud-tante of zo. En dan heb ik het interview. Morgen komt mijn begeleidster en ga ik mijn moeder de stad in. Donderdag had ik ook iets staan, dacht ik. Oh ja, donderdag komt de fotograaf voor het interview. Vrijdag, dan heb ik mijn laatste werkdag van deze week. Nee, vrijdag hoef ik me niks staan. Heerlijk weekend, denk ik. Oh ja, en van het weekend komen de broer, zijn vriendin en het nichtje van mijn... De broer van mijn vriend met zijn vriendin en hun kindje komen we naar de ouders van mijn vriend. En dan gaan we daar bij die ouders eten. En gezelligheid en zo. Dus voor komende week, weekvlog, in mijn hoofd is dit 57, denk ik, 58. Weekvlog 58 komen echt best wel veel dingen en zo. Dus ja. Ik heb van het weekend ook niet zoveel gedaan. Ik heb niet zoveel gevlogd deze tijd. Dus ja. Ik moet binnenkort ook nog een keer naar de IKEA om een kast te zoeken. En ik ga het proberen om zoveel mogelijk weer te vloggen. Ik weet dat soms mijn vriend er een beetje moeite mee heeft dat hij vaak buiten speelt en zo. En dat ik dan al moet proberen om tijd vrij te maken voor mijn gewone video's. Dus vandaar dat ik een beetje moeite heb nog met vloggen. Maar dat komt wel goed. I swear.
Portugal was ook een beetje anders met betrekking op vloggen dan dat ik normaal als ik alleen ben zou doen. Dus van de ene kant wel goed teken, van de andere kant ook weer iets minder.